Goedemorgen. Mevrouw van Ballengooi woont in Lent bij Nijmegen. Goedemorgen. Ze heeft posttraumatische dystrofie. Een aandoening die ervoor zorgt dat ze voor 100% afhankelijk is van een rolstoel. Vanuit het bed in de rolstoel weer op het bed. 'S Avonds. Zo, vervelend? Nee joh. Zijn we weggewend. Ik zit al 11 jaar in. You ain't nothing but a hound dog. Al sinds 1998 zit mevrouw van Ballengooi in haar rolstoel. Maar een verpleeghuis was nooit een optie. Met steun van haar man en de thuiszorg kon ze gewoon thuis blijven wonen. En dochter Ineke was van jongs af aan gewend een handje te helpen. Je bent ook al heel lang geen kind meer van ze. Ja, ik bedoel, als ik naar mijn vriendinnen luister, van nou, ik ga nog met de was naar mijn moeder. Bij mij was het allemaal andersom. Ik deed de was hier, ik deed hier poetsen, de medische vlakken, dat deed ik al. Daar groei je in, daar rol je in. Heel anders werd de situatie toen in 2005 mevrouw van Ballengooi plotseling haar man verloor. Een verpleeghuis leek onafwendbaar. Daar hadden ze me al voor ingeschreven. Ja, kom zeg. Nee. Dan ga ik zeggen, dan gooi maar de waal in. Een steen om de nek en erin gooien. Maar dat deden mijn kinderen niet. Via via hoorde de familie van Ballengooi over het verschijnsel mantelzorgwoning. Een tijdelijk huisje dat snel en makkelijk te plaatsen is. En als de zorg niet meer nodig is, dan kan zo'n woning ook weer eenvoudig worden verwijderd. En zelfs weer door anderen worden gebruikt. Een mantelzorgwoning dus, dat zou de oplossing zijn. Ja. Dochter Ineke met haar gezin in het ouderlijk huis en in de tuin een aangepaste woning voor moeder. Dat is voor mij bij. Oh, de staatsloterij. Ja. Nou, zou het? Zou het? Ja, we hadden vies van ja, dat is het gewoon. Ideaal. Dus toen hebben we dat meteen in gang gezet. Ja, dat is een goed plan. En mijn dochter zou dan in mijn huis komen. Maar ja, de gemeente die zat een beetje dwars. Voor het plaatsen van de mantelzorgwoning moet een vergunning worden verleend. En bij de gemeente Nijmegen verloopt dat bepaald niet vlot. Van loket naar loket, van afdeling naar afdeling, van het kastje naar de muur. En als de zaak dan bijna rond is, dan vindt men altijd wel weer een ander regeltje. Kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Elke keer kwam er weer zo'n jurist en ik hoorde alles weer van die tafel af. Ach man, nog eens toe, je werd er niet goed van. Goed van, echt waar. Ja, en dan moet je bij die zijn en dan weer bij die en dan bij die en dan bij die. En... Moet je eens beter nadenken. Wat ben je kwijt als je naar een verpleeghuis moet? Een verpleeghuis? Mijn moeder had meteen al een indicatie voor 5 jaar. Kan ze zo heen? Kon ze zo naartoe? Wat vind je ervan? Nou, laat daar maar niet over uit, want dan begin ik boos te worden. Heel boos. Te gek voor woorden eigenlijk. Te gek voor woorden. Zijn ze bang dat de verpleeghuizen niet vol zitten? Of waar gaat het eigenlijk om? Heeft u gekeken? Ja, natuurlijk. Dat gaat niet doen. Mooi. Ja, schitterend, prachtig. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Voor mijn moeder ook heel emotioneel. Ja, nou, voor mij ook wel. Er was met een herrie in die Weverstraat allemaal. Schitterend. Echt, het was echt schitterend. Ineke verhuisde een half jaar geleden met haar man en haar 2 kinderen vanuit Doesburg naar het ouderlijk huis in Lent. In plaats van 20 minuten met de auto is het nu 3 meter lopen als ze iets voor haar moeder wil doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Lekker geslapen? Ja. Zo. Zeg, ik heb 7 oktober met dat ding. Kan je dan mee of zo? Oh. Ze is nou, hoe noemen ze dat, mantel zo? Ja, weet ik veel hoe ze dat noemen. Oh.
Had je nog boodschappen nodig, mam? Ja, die kleine dingen. Leverpastei. Oh, Saksische leverworstjes, ja. En dubbel fris, heb je nog genoeg? Dat weet ik niet, moet je even in de koelkast kijken. Oké. Ik vind het heerlijk. Ja, we zijn bij elkaar nu. Ze heeft haar eigen dingetje, wij hebben onze eigen ding. Ik vind het heerlijk. Mijn emotionele rust is gewoon zo goed dat ik kan de hele wereld weer aan. Ja. Ik ben mijn eigen ik weer. Ja hoor, ik kan overal bij komen. Je kunt alles zelf doen. Zelfs ik kan weer afwassen. Is dat belangrijk voor u? Ja, dat is zeker belangrijk. Dat je weer zelf iets kunt doen. Dat je niet altijd afhankelijk bent van een ander. Volgens de gemeente Nijmegen was de mantelzorgwoning in strijd met de bestemmingsplannen. Er is een uitzondering gemaakt, maar dat kost wel tijd. Ach, lek me toch de fiets. Met de bestemmingsplannen. Dan hadden ze al lang eerder. Ik woon hier al meer dan 50, 60 jaar. Wat hebben ze dan van plannen?